Welkom mensen. Vandaag een nieuwe recensie bij Vodka Boys. We gaan Oblomov proeven. Mm-hmm. Is een huismerk vodka eigenlijk. Alleen verkrijgen wij bij Dirk 3. Ja, het is vrij goedkoop, dus dat zegt eigenlijk al genoeg. Voor een liter vodka betaal je ongeveer 10 à 13 euro. Ik moet bijzeggen, hij is ongeveer 37,5%. Nou, dat is die gewoon. Maar er staat voor de rest niet veel bij. We hebben niet veel informatie over kunnen vinden. En we gaan hem vandaag voor je proeven. Het is gewoon een hele goedkope vodka, we halen je dit. Zeker als hij in de aanbieding is. Zeker als hij in de aanbieding is, ja. Dan is hij maar 10 euro voor een liter. Dus goedkoper ga je het niet vinden, denk ik. Nee, zeker niet. Het is echt, volgens mij, het goedkoopste dat er is in Nederland in ieder geval. In Nederland in ieder geval, Oblomov. Ja. Gaan we hem even ruiken. Open. Ja, valt wel mee. Ik ruik niet slecht. Nee, het ruikt niet echt overheersend. Nee. En best wel mild eigenlijk. Ik ga hem nu al. Ik ga nu ook wel proeven. Yo. Wow. Scherp. Wat een golpe hoest, man. Ja, man. Ja. Ik krijg het er weer niet van, man. Ja. Qua smaak, het brandt. Ja. Het brandt heel erg. Zeker. Hij komt heftig naar binnen. Een beetje te. Hij is ook heel bitter. Echt bitter. Ja, zeker weten. Ik vind het nasmaak is ook te lang, vind ik. Ik proef hem gewoon nog steeds nu nabranden en een hele bittere nasmaak. Ja, inderdaad. Persoonlijk vind ik hem niet lekker. Nee. Dus je kan hem gewoon niet lekker als shot drinken. Je moet hem denk ik per se mixen, want anders is het echt niet lekker. Nee man, dus Oblomov staat dan wel op de chubby voor surfing, maar zelf als hij koud is, is hij niet zo geweldig. Dus wat voor 7 zou je hem eigenlijk geven? Ja, ik ga echt niet hoger dan 5 en dat vind ik al vrij hoog voor Oblomov. Ja, qua smaak inderdaad, ik geef hem niet eens een 5, ik geef hem gewoon een 4, heel dik onvoldoende. Maar ja, de prijs compenseert heel veel, het is heel goedkoop zoals we al eerder aangaven, dus... Zoals Ronnie al eerder zei, ben je krap bij kas, heb je niet veel geld te besteden, maar wil je wel vodka drinken, ja, dan is dit wel een keus. Dus ja, we sluiten af met Oblomov, een 5. Ja. Dit was het dan, tot de volgende keer. Ciao. Ciao.